deze aflevering oud-Pussycat-lid Tony Willé over de Golden Memories Tour DVD die ze uitbracht. En Marianne van den Oever. Zij schreef een boek dat bij haar darmkanker was geconstateerd. Het is aflevering 69 van Lopende Zaken. Hier is Klaas Overdijk. Dag dames en heren. Vandaag in Lopende Zaken hebben wij twee bijzondere gasten. Allereerst Tony Willé, voormalig liedzangeres van Pussycat. Zij heeft een nieuwe DVD uitgebracht. Golden Memories 2010 Fiji Tour Special heet de DVD. Een live registratie van concerten op de Fiji-eilanden. Een soort terugblik op de muzikale carrière van haar. Die begon in 1975. En de tweede gast die we hebben is Marianne van den Oever. Zij is secretaresse van achtereenvolgende burgemeesters in de gemeente Brunsum geweest. Zij kreeg in 2008 darmkanker. En over de impact die deze ziekte op haar leven heeft gehad, heeft zij een boek geschreven. Dames, welkom in Lopende Zaken. Tony, jij ook speciaal welkom. Het is al meer dan 35 jaar geleden dat Mississippi een wereldhit was. En nog steeds sta je op het podium. En hoe? Vorige maand is je nieuwe live DVD verschenen. Daar staan zo'n beetje alle grote hits op uit je muzikale carrière. Golden Memories, dat zegt eigenlijk al voldoende, denk ik dan. Ja. 2010 Fiji Tour Special. Vertel eens even iets meer. Hoe is die DVD tot stand gekomen? Ik had contact. Ik heb een CD gemaakt met een zanger-componist van de Fiji-eilanden. En dat is Daniel Ray Costello. Het was een duet-CD. Dus daar had ik al contact mee. En via hem is die aanvraag voor die shows binnengekomen. Daniel Ray Costello? Ja. Dan ken ik een andere Costello. Nee, dus... Maar dat is daar geen... Ja, deze heet echt Costello. Die andere heet niet eens Costello. Elvis bedoel je. Ja, Elvis die Costello. Die heet niet echt Costello. Okay. Maar goed, dat is een leuke naam. Ja. Maar zo is dat gegaan. En die aanvraag was er al eerder, maar toen kreeg hij de sponsoring niet rond. En dat is dan vorig jaar wel gelukt. Ja. Dus ik ben in Suva geweest, dat is de hoofdstad. En in Nadi, dat is waar het vliegveld is. En natuurlijk een resortje, als je dan toch daar bent. Dan neem je het er ook van gelijk. Zeg, want Fiji, dat ligt niet even naast de deur. Nee. Ik heb het even opgezocht. Het, de Fiji-eilanden bestaan uit 322 eilanden. Het ligt 16.300 kilometer van Nederland vandaan. En je moet er zeker 22 uur voor vliegen. Klopt. Nou... Denk ik van, dan ben je toch erg gelukkig als je daar je DVD mag opnemen. Ja, dat was ik ook. Ja. Het was, ik heb daar vanaf het moment dat zeker was, want ik had zoiets van, eerst die vliegtickets binnen en dan geloof ik het pas. Ja. En op het moment dat die dan binnen waren, was het, opwinding all over, zal ik maar zeggen. Nee, het was echt genieten. Ja. Het was heel uitzonderlijk, het is een heel ander soort wereld dan waarin wij leven. En het is toch prachtig. Het is, Castaway van Tom Hanks is daar opgenomen en Blue Lagoon en zo. Dus dan weet je wel zo'n beetje wat je... Ja. Ja, dat was prachtig. En zo'n lieve mensen. Ja. Hele goede band. Oké, dat is natuurlijk voor jou muzikaal natuurlijk gezien ook heel belangrijk. Want daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Nou, allemaal muzici van het eiland dan, zal ik maar zeggen. Maar ze hebben het goed neergezet. Zeg, nou zing je al 35 jaar, professioneel, zeg maar. Ja. 1975 Mississippi, ja. Dat was jullie grote doorbraak. Klopt. Nu deze DVD, Golden Memories. Ja. Betekent dit nou dat je het rustiger aan gaat doen? Ga je langzamerhand afscheid nemen van je publiek? Of heb je nog nieuwe muzikale plannen in petto? Nee, ik ben er nog niet aan toe om op te houden. Ik ben nu 57. En ik voel me nog fit. Ja. Stem is er nog. Hm. En ik ben na Fiji nog in Roemenië geweest voor televisieopnames. Dus ik wil graag voorlopig nog doorgaan. Ja. Aanstaande vrijdag zit ik in Berlijn. Oké. Okay. Dus het heeft eigenlijk al die tijd gewoon doorgelopen. Alleen als mensen het niet meekrijgen. Ja. Ik was dan voornamelijk in Duitsland bezig. En dan denken de meesten dat je ermee opgehouden bent. Maar ik ben nooit opgehouden. Ik ben altijd doorgegaan. Ja. Ja. Jij was zeg maar de stem van Pussycat, herkenbare stem ook. Ja. Daardoor kan je ook makkelijk natuurlijk dat hele repertoire nog brengen. Ja.
Leuk verhaal. Komt er nog ooit nog een keer zoiets als een reunie van Pussycat? Ik bedoel, dat dit bij de Rolling Stones, hè, om maar een dwarsstraat te noemen, hoor je dat ook nog steeds? Van, moet dat niet toch nog een keer, hè, de oude samenstelling? Dat wordt dus heel erg vaak gevraagd, maar daar zijn wij alle drie geen voorstander van. Nee. We zijn toch al in 85 uit elkaar gegaan. En toen zongen we al, even niet liegen, maar toch zeker 30 jaar samen. We zijn als klein kind al begonnen. Ja. En op een gegeven moment was het mooi geweest, want die topjaren, dat waren ook tropenjaren. Ja. Alleen besef je dat pas achteraf eigenlijk. Dus de jaren zeg maar van 75 tot 85? Ja, het was een unieke ervaring. Maar het is ook zwaar geweest als je zo terugkijkt. Kan ik ook zeggen dat dat de meest waardevolle muzikale jaren waren in jouw muzikale bestaan? Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk, dat heeft alles aan het rollen gebracht. De basis gelegd. Ja, zonder meer. Ja. En als je nou nog terug zou kijken op jouw muzikale carrière, welke periode zou je dan over willen doen of anders willen doen? Anders willen inkleuren? Ja, dat zeggen de meesten. Als je het anders zou willen doen, dan weet ik wel een paar dingen. Dat gaat dan niet meer, dat hoef ik niet. Maar de mooiste jaren vinden wij eigenlijk alle drie vanaf begin 75, toen het allemaal begon. Ja. Of eind 75 was dat. Begin 76, toen zijn we beroeps geworden. Van begin 76 tot zeg maar halverwege 79, dat was de mooiste fase. Dus stond je ook nog redelijk onbevangen in die muziekindustrie? Ja, onbevangen, dat wel. Maar toen was het was ook wel het toppunt van het succes. Daarna werd het toch langzaam minder, kon je toch duidelijk merken. Ja. En dat is voor een artiest altijd natuurlijk wat moeilijk. Je hebt succes gehad, zeker moeilijk. Ja. Ja. Alleen je weet wel, wij werden daar van tevoren wel voor gewaarschuwd. Dat de groepen van onze soort dan drie jaar meegingen. We zijn 10 jaar bij elkaar geweest, dus dat klopt niet helemaal. Maar natuurlijk, alle artiesten hebben een toptijd. En dat waren voor ons die eerste 3-4 jaar. Tony, je bent in de jaren 70, de 70's, ben je begonnen in het muziekvak. Wat zijn volgens jou de grote verschillen met de muziekindustrie nu in 2011? Kan je dat zo benoemen? Ja, voor mij is het grote verschil dat in de 70's bijna alles live moest. En dat je leerschool in cafés en buurtgebouwen en noem het maar op. Ja. Daar bouw je ervaring op en daar leer je natuurlijk een heleboel van. En het verschil vind ik dat het allemaal gekunstelder is geworden, voor mijn gevoel. En dan bedoel je? Ik bedoel dan met name programma's zoals Idols en Popstars en wat iets meer zijn, ja. Ja, en programma ook Hollands Got Talent, enorm populair. Maar ja, en uiteindelijk vind ik dat. Ik kijk het niet. Nee. Ik heb het wel geprobeerd en ik vind inderdaad, soms denk ik, Jezus, dat is goed. Ja. En toch kijk ik het niet. Nee. Het is heel vreemd. Je komt gewoon uit een. Je hebt een andere achtergrond. En ja, terwijl afgelopen zaterdag was dan Noorderslag. Die popprijs was op televisie. En daar zit ook muziek bij waarvan ik denk, Jezus, zet maar even wat zachter of zo. Want ik ben iets ouder dan die lui die daar op het podium staan. Maar dat spreekt me dan meer aan, omdat het is helemaal live. Het is authentiek. Ja, het is authentiek, ja. Ja. Zeg, als je naar thuis komt, wat voor muziek draai je dan zelf? Ja, dat varieert ook heel sterk. De laatste cd die ik gekocht heb was van Rory Block. Ik weet niet of je die kent. Oké, ja. Nou. Tony, een jaar geleden is Werner Teunissen overleden. Ja. Dat is onder andere de schrijver van het nummer Mississippi. We laten dat zo meteen even zien, ook van jouw Fiji-tour. Laten we dat nummer nog even zien. Wat heeft Werner voor jou betekend? Tot slot. Werner is heel lang mijn beste vriend geweest. Ja. Trouwens van de hele familie. Ik vind dat wij samen met Werner toch iets voor Nederland vrij unieks hebben neergezet. Hij met zijn liedjes en wij met onze song. Ja. Tenminste, voor mij is dat YouTube is zo leuk. Ja. Als ik die commentaren lees op de liedjes die dan geplaatst worden door allerlei mensen die ik helemaal niet ken. Ja. Maar dan de reacties lezen en zo, dat is... Heeft mensen geraakt?
dat heeft mensen geraakt. Ja. En dat doet me eigenlijk meer dan dat ze vroeger bijvoorbeeld zeiden van, nou, heeft dan dat verkocht. Je ziet wat het voor impact op mensen gehad heeft. En dat is in feite genieten en nagenieten voor mij. Laten we even kijken naar dat laatste nummer, of naar het nummer Mississippi van de DVD. Geschreven door Werner Teunissen, gebracht door Tony Willey. Kijkt u even. From far, and someone played the honky-tonk guitar, where all the lights will go out one by one. The people join the sun, and the wind takes it away. Where the Mississippi rolls down to the sea, and lovers found the place they like to be. How many times before the song was ending, love and understanding everywhere around. Can I hear you please, Fiji? Dat was Mississippi
van de DVD van Tony Willé. Yes. De Fiji Tour. Ja. Ja. Golden Memories. Ja. Het roept ook herinneringen op, vind ik altijd. Ja. Maar Jan van den Oever, roept dat bij jou ook nog altijd herinneringen op, ja, Mississippi? Zeker. Ik ben ook van die generatie. Ja, uiteraard. Ik heb het heel vaak gedraaid. Ja. En ik was ook, ik vond ze heel erg goed. Ja. Ja, dankjewel. Maar Jan, jij bent onder andere de secretaresse van de burgemeester. Mm-hmm. En in die hoedanigheid heb je ook vaker bijgedragen aan het tot stand brengen van koninklijke onderscheidingen. Mm-hmm. Heeft Tony Willé al een keer een onderscheiding gekregen? Nee. En okay. Ik zeg altijd tegen de, ja, wij mogen het zelf niet, ze mag het zelf ook niet. Er moeten mensen zijn in haar omgeving die dat belangrijk vinden en die kunnen komen en dan gaan we wel mee in de gang. Nou, misschien is dit wel een hele goede hint voor mensen uit de omgeving van Tony Willé om het toch een keer te doen. Tony, hoeveel platen zijn er voor jou verkocht, dvd's? Die cijfer wat voortdurend voorbij komt, is 7 miljoen van Mississippi. Nou, en dan hebben we, ja, de rest dat... Als je dan nog niks voor Brunson betekend hebt, zou ik haar zeggen van, wat moet je dan nog doen? Ja. Het ligt niet aan ons, hè. Nee, Tony, jij ook hartstikke bedankt voor de presentatie van jouw dvd. Ja, jullie bedankt. En nou, dames en heren thuis, bedankt voor het kijken en tot een volgende Lopende Zaken. Dank u wel. Dag.